Atletico Arsenal. Ja. Wat gaat het worden? Ik hoop en ik denk Atletico. Wat ze gedaan hebben in Engeland, ik denk dat niemand dat had verwacht. Na de vroege rode kaart en de achterstand en Arsenal wat op hun nek zat. En kans na kans bleef creëren. En dacht je van, nou ja, dat wordt een moeilijk verhaal. Maar ja, ze zijn een beetje opgestaan uit de dood. Met die goal in de eindfase. En ik denk met de mentaliteit die ze hebben. Met de accenten die ze hebben in hun voetbal. Het, vooral die nul heilig houden. Nou, dat ze nu toch twee stappen voor zijn. En ze mogen nu, want de nul houden is winst. De nul houden is winst, ja. Maar dat is tegelijkertijd ook het gevaar, denk ik. Dat je dan gaat focussen op de nul houden. En daar je accent gaat leggen, waardoor je in de counter geen pijn meer kan doen. En ja, die nul houden, dat kan ook wel eens fout gaan. Zeker met een Arsenal wat heel erg aanvallend is. En een team wat eigenlijk makkelijk kansen creëert. Dan is het tegelijkertijd je gevaar. Dus daarin zou het team de balans moeten vinden, wat een hele moeilijke opgave is, denk ik. Arsenal speelde goed, hè? Ze speelden heel goed, zoals ze dat hele seizoen doen in de Europa League. En met heel veel flair en heel veel bravoure en een mooi spel ook. Dus ja, in dat opzicht zit er ook heel veel op het spel bij Arsenal. Ja, Wenger die weggaat en ja, die wil natuurlijk ook met een prijs weggaan. Maar ja, Atletico is nooit zo dichtbij geweest bij een prijs. En de laatste jaren zijn we een beetje gewend aan een Atletico die in die eindfase in Europa meedoet, om de prijzen meedoet, landstitels meedoet. Dus ja, dit jaar het enige wat nog rest voor hun is de Europa League. Dus ik hoop dat het een mooie pot wordt. Hoe kijk je zelf? Sta je op de banken als ze winnen? Ben je iemand die dan juicht? Op de banken dat nog net niet, maar ik hoop wel dat ze winnen. Ik ben er ook blij mee, ja. En dan heb je natuurlijk wat contact met wat vrienden uit Madrid die ook voor Atletico zijn. En die kijken en tussendoor stuur je elkaar een bericht van, goh, die had erin gemoeten. Of hou je elkaar een beetje op de hoogte. En ja, dus je leeft wel mee, ja.